Breda Nu. Je weet het meteen. Ik heb even wat cijfertjes nagezocht. Het metselwerk aan station Breda zit erop. Daarmee nadert het voltooien van de bouw. 3,5 maand voor de officiële opening op 8 september. 32 maanden geleden inderdaad de eerste steen door Peter van Ieperen. Dat was in september, 24 september om precies te zijn, 2013. En nu 2,2 miljoen stenen verder, de laatste steen. Dat geeft wel aan 2,2 miljoen stenen in 32 maanden, dat er een enorme berg werk verzet is. 11 verschillende soorten steentypen zocht architect Koen van Vels uit. Inspiratie daarvoor deed hij op tijdens een vakantie in Italië, waar hij in de stad Lucca de geschiedenis van de panden aan de gevels kon zien. Dat resulteerde voor Breda in de verschillende vlakken en kleuren in de gevels. En daar gaat die laatste steen, gelegd door Peter van Ieperen en zijn baas. De metselaar legt nog maar eens uit wat zijn werk inhield. Ja, hier op boven zie je het heel erg. Dat is geglazuurd. Maar de zijkanten, de nekkenkanten, zijn allemaal gezaagde stenen. Dus je krijgt echt geglazuurde steen van voren met een gezaagde kopkant als inzicht. En die stenen heb je dan ook weer andersom. Gezaagde zijkant met een geglazuurde kopkant. Daar heb je dan ook nog weer koppen van. Op de hoeken van een gebouw zijn gesegmenteerde stenen in V-stenen gemaakt. En die zijn speciaal voor de hoeken. En zo zijn alle stenen apart als een puzzelstuk aangeleverd.